Papa, jij mag het aanspreken. PortAventura, Caribe Aquatic Park. In ieder geval in een heel groot aquapark in Spanje. Ik denk zelfs het grootste. In ieder geval, wij denken het grootste is het niet zo. Laat het hieronder weten welk dat dan wel het grootste is. En wij gaan vlug naar binnen, want het is heel warm vandaag. Hebben jullie er zin in? Ja! Jij ook, kleine man? Ja? Je weet nog niet goed wat er gaat gebeuren. Oké, vlug naar binnen. Verfrissing zoeken! Oké, we zijn binnen. We hebben hier een platte grondje gevonden. We gaan eens kijken, want we komen hier ja, in een klein dorpje, zal ik zeggen, binnen. Met eten. Eens kijken, wat is hier allemaal? Waar gaan we ons settelen? Hier heb je iets voor de kindjes, de boot. Hele grote glijbanen. Hier nog. Hier nog allemaal glijbanen. En je hebt hier zelfs een binnenstuk. Dat is ook interessant. Ah, nog voor kindjes. Je hebt eigenlijk twee zones voor kindjes, papa. Ja. Naar de piratenboot eerst. Ja, ik denk dat dat het beste is voor Emilian. Deze? Ja. Oké. Okay. Maar hier kan hij met ons mee rondtobberen. Ja. Oké. Okay. Het maakt eigenlijk niet uit. We gaan een beetje zien wat we gaan tegenkomen. Want we zijn... Waar zijn we? Ah, we zijn hier. Ja. We zullen zien wat we tegenkomen. We gaan alles vandaag ontdekken. Alles. Heel veel water. Water, water, water. Super cool. Oh, een gigantische octopus kinder, mannen. Wat is hier wel groot. Hier gaan we verloren lopen aan de mannen. Het binnenstuk is daar. Kijk, er is al een heel vliegtuig binnen. Gewoon duwen, mama. Duwen. Hier zijn we bij het kindergedeelte aangekomen. In een gigantisch grote schouwafval. En ginder. Oeh, een hoge toren. Liliana, kijk die hoge toren daar. Oké, we hebben een plekje gevonden, twee stoeltjes. Hallo. Het is hier wel druk. Het is hier super druk, maar we zitten wel centraal. Want daar heb je kinderbad, schuifappen, de boot en zo. En we gaan eerst deze stukje al eens ontdekken. Is het koud of is het goed? Liliana, goed? Emilia vindt het hier ook wel leuk. We zijn aan het stappen, niet? Ja! En hij zit altijd in het water met zijn tong uit zijn mondje. Terwijl zitten die anderen daarboven ergens al een schuif af aan het zoeken. Dag papa! Ah, ze komen met twee! Precies aan de goeie. En daar loopt onze Lorian. Helemaal op ontdekking. Hey Lorian! Oh,
bewolkt nu. Het is een ideale moment. En ze hebben hier al... Oh! Kittelte? Oh, zie je, vindt dat plezant, hè? Ziet er wel lekker. Is dat leuk, schat? Is dat leuk? Ja, woe! Dan is ze ineens langs binnen uitgespoeld, papa. Ah, Julia's is ze eigenlijk ook aan het zijn. Zie, eigenlijk met zo'n dinges zijn die ook al heel blij. Hè? Die schadappen zijn leuk, maar zo'n dinges zijn ook al leuk. Alles met water is leuk. Alles met water buiten. Oké, hier heb je al een grote glijbaan. Oké, ze gaan van die glijbaan hierachter zo. Dan moeten ze ook een buik. Rapid race, dus ze moeten racen. Laura mag er nog net niet op, maar Liliana en Julia's wel. En wie denken jullie dat gaat winnen? Ik heb een idee. Papa, waarom? Omdat hij het meeste gewicht. Noemen jullie maar dik? Papa heeft het meeste gewicht. Noemen jullie maar dik? Hij heeft het meeste winkanst heeft. Jullie gaan zo dadelijk zien wie dat er gewonnen is. Daar zijn ze. De drie linkse. Ze zijn aan het klaarmaken. Lorianneke staat daar mee te kijken. Ze kon hier niet over het hekje kijken. Maar ze hebben concurrentie, want er doen ook een andere papa mee. Ja, ze raken niet goed vertrokken. Ze zitten vast. Oei, ja, Julia's komt eraan. En Liliana. En papa. Ja, papa bijna helemaal tot einde. Dat had ik nu niet verwacht, papa. Je was laatst, maar je vloog er wel bijna helemaal uit een bak. Ja, het was en wie was er eerst? Julia's was eerst. Naar Liliana. En was dat leuk? Ja. Wat deed dat dan? Hevig, hè? Ik denk inderdaad dat dat voor Lorian misschien een beetje te. Ja, misschien wel. Er komt heel veel water, in het gezicht. En dat is een mooie stok als eerste. Ja. Allee, dat was de geslaagde. Ja. Nog eens zien voor ze winnen? Ja, ik moet het zelfs doen. Misschien dat we straks nog eens doen, hè? Maar nu een andere. Oké, papa, wat denkt u? De gele? Ik ga voor de rode eerst. De rode? Ja, oké, de King Koyanu King Kayuna. King Kayuna of zo. Is dat niet een andere? Is dat niet de gele? Nee, de King Kayuna. Ik zal daar wel zien. Gedurfd, mama. Zijn voeten waren. Alleen ben jij kleurenblind, hè? Je moest van geel. Zo, terwijl mama Emilia eten aan het geven is, gaan wij ook eten. We hebben wat muffins bij, wat stokjes met Nutella. Kei lekker. En mannen? Ja, en... Zitten hier op een... Ja, jij doet een choco op, maar ja? Nee, dat is mijn man. Oh, jullie doen het allemaal. Ik heb dat uitgevonden. Ga ik precies ook wel eens proberen. Maar nu zijn ze een smospot van het maken. In ieder geval gaan wij subiet. We zitten op ons plaatsje, maar we hebben te weinig stoelen. Maar we gaan subiet op El Torrente. De paarse. Dat is met banden dat we eraf moeten. En ik denk dat Loren er zelfs ook op mag. Het is nu alleen of hij durft of niet. We zien daar papa Liliana en Julia staan. En die gaan zo dadelijk op deze. Dat zijn zo van die grote banden waar je meer in mag. En we hopen dat we ze even kunnen spotten. Hè? En ik en Laura zijn weer aan het wachten. Hè? Oh ja. En Emilia, ik heb even slapen. Was het leuk? Was het leuk? Dat was echt! Hé? Dat was echt!
niet te horen. Nee, één ding van Fina, dan let ik af dat ding. Oeh, jullie vielen daaraf of wat? Ik vind dat super leuk, maar wel super lang aanschrijven. Ja, wij zijn hier al heel lang aan het wachten, ja, papa. Het en we maar wuiven elke keer als we daar jou zagen, maar... Ja, zonder bril zie jij niks, hè? Nee. En jij ook niet. En jij ook niet. Dus, ben jij wakker aan het worden? Weet je het nog niet zo goed? Goedemorgen, zeggen wij dan. Meestal lacht hij dan. Ja. Die denkt, waar ben ik nu weer? En papa is hier. En we zijn nu bij de piratenboot. Krokodil in het water, weet je nog? Tik, tak, tik, tak, tik, tak. Oh, jij bent die krokodil? Oh-oh. En dat is Julius, kapitein Haak. Of Peter Pan. En Liliana natuurlijk, Wendy. Hè. En Emilian, die is die kleine, ik weet, met zijn teddybeertje. Ik weet nu dat hem noemt. Ja? Oh, dan is papa, kapitein Haak. Ik ben dan... Tinkerbell. Ze staan hier weer aan te schuiven. Ze gaan nu in die blauwe. Allee, dat denken we. Dat ze daarin gaan. Aan het aanschuiven voor een band nu. Het is hier niet altijd zo duidelijk welke glijbaan dat bij wat hoort. Maar dat is misschien ook gewoon omdat we geen Spaans spreken. Je hebt weer een camera gezien. En wij gaan weer wachten. Hè. Spijtig mag er weer geen camera mee in de banden en zo. En papa vertrouwt dat ook niet altijd. Want ja, Loran gaat nu tussen hem. Want het is een band voor twee. En houdt liever Loran een beetje beter vast. Of zijn eigen vast. Dan dat je de camera vast hebt. En we hebben niet zo'n bandje rond onze pols. Dus zouden we eigenlijk eens moeten voorzien. Hé, Frits? Gaan wij kijken hoe dat eraf komen? Oh ja. Oké, mannen, veel plezier. Ik kan u wel vertellen dat het kan zijn dat je achteruit aankomt. Maar ze hebben het niet gehoord, dus ze gaan ze niet verschieten. Kom aan, ze papa. Oké, nu weet ik niet zeker van welke ze komen. Ah, hier van de groene. Ze zijn er juist van de blauwe geweest, maar dat heb ik gemist, want Emilia moest eten. Was het leuk? In het donker kon je niet meer zien dat ik in jouw bed. Ah ja, dat was daar donker. En wij moeten achteruit gaan. Kwamen jullie daar? Ja, jullie kwamen eruit. Oh, papa komt ook achteruit.
hem. Ja, die reed dan achteruit. Nee, er komen er ook vooruit. Ja. Vooruit is echt helemaal in een band. Dan kunnen ze omdraaien. Was leuk. Jullie komen ook achteruit eruit. Nog een keer. Wat was de leukste? Blauw of groen? Groene. Groen? Groen? En voor jou? Wat vond jij de leukste? De blauwe of de groene? De blauwe, ja. Groen is donker, denk ik. Hè? Ja, dat is waar. Is een deel... Ja, een deel toe. Ja, de blauwe heb ik niet kunnen filmen, want ik was aan het eten geven. Want deze kleine kapoetje had kou en honger. Dus daar moesten we even voor zorgen, hè. Maar deze heb ik wel gehad. Het park begint al een beetje leger te lopen. Het is nu altijd vrij druk. Maar nu was deze in de rechter die paarse niet meer zo lang aanschuiven. Dus ze zijn daar nog eens op. En nu is Lorian mee. We hadden er juist Lorian niet meegenomen, want er staat ook dat ze heel goed moeten kunnen zwemmen. Maar ik zag er allemaal echt heel kleine afkomen. En Laura was echt zo... Want we waren samen aan het wachten. En die vroeg, oh papa, mag ik erop? Dus ze zijn er nu met zijn viertjes op. Ik ben heel benieuwd hoe hij het vond. Want de andere twee vonden deze tot nu toe echt wel een topper. Want ze doen een stukje vliegen en zo. Dus hij is wel vrij hevig. Maar ja, je zit in een band en je hebt weinig water. Dus ik denk dat er niet veel mis kan gaan. En hij heeft wel de grootte. Hij is een stuk groter dan de grootte dat je... Dus ik hoop dat ik nu een beeldje van hem kan hebben. Want erop mag je niet filmen, maar als ze aankomen kan ik een klein stukje. Daar zijn ze! Bijna 100. Is ie. Oh, hij zit er chill bij, de Lorian. Ik denk dat hij het leuk vond. Maar nu eruit geraken, hè. Je ziet hier soms wat tafereels, hè. Wat zeg je, popje? Ja, als je net op het einde aankwam, hè? Ja, dat is omdat papa te veel weegt tegenover jullie, hè? Ik weet het, ik ben een beetje aangekomen al deze vakantie. Deze vakantie of dit jaar? Dit jaar. Ja. Was het leuk? Ja. Ja? Voor mij was dat echt niet te geloven dat je mensen zo. Niet te geloven. Wauw. Dat konden wij niet geloven. Allee, die heeft ervan genoten. Het is papa, ik denk dat het geslaagd was vandaag. Ik denk dat het geslaagd was. Wow, wat een vliegtuig. Ah, hier zijn ook glijbanen. Die komen hier binnen uit. Hey, hier is het ook wel cool, hè? Tot ze biedt, hè? Want de zon is er in de namiddag niet meer geweest. En het is niet dat het echt kou is, maar dan droog je minder goed op. En dan had Emilian het wel kouder, dus dan heeft hij gewoon kleertjes aangekregen. Oké, wij gaan richting huis.
eerst alle bruggetjes nog over. En dan nog een uur naar de auto wandelen, want het is hier een hele route voordat je aan je auto bent. Wij zitten in de auto richting huis. Vonden jullie het een leuke dag? Ja. Ja. Wat vonden jullie het leukste vandaag? Wat vond jij... Ja, wacht. Laura, wat vond jij de leukste glijbaan? De blauwe en de groene. De blauwe en de groene, die dat je samen met papa hebt gedaan? Oh ja. En jij, Juliette? En die paarse ook. De paarse ook? Ja. Oh. En jij, Juliette? Oké, dan niet. Dan Liliana. Hetzelfde als Florian. Zelfs als Florian? Want toen ging ik met Juliette. Jij hebt zelfs als Florian? Ja. Dus de groene, de paarse en de blauwe. Dus eigenlijk allemaal banden. Dus allemaal met de banden. Wij waren wel fan van de laserriver, hè? Hé, vriend? Vonden wij wel leuk, hè? Wat? Ja, hè? De laserriver. Vond je leuk met die matjes? Ah ja, die met die matjes vond je ook heel leuk. Maar je bent wel heel donker. Maar we zijn naar huis aan het rijden en ik ga het lichtje hier boven mij direct uit doen. Papa is van voor. Ik ben even bij de kindjes gaan zitten, want Emilia heeft het een beetje moeilijk. Ik vond de gele eigenlijk het leukste. Ah ja. Ja, papa. Jij vond de gele het leukste? Ja. Papa is eraf geweest, maar ik had de camera niet vast. Nee, hij is er helemaal niet af geweest. Het was eigenlijk... Hij wou het dan uiteindelijk doen, omdat ik hem had uitgedaagd. Maar het was gewoon te lang aanschuiven. En dan, dan konden de kindjes eigenlijk niks leuk niet meer doen. Allee, niks leuk. Jawel, nog wel iets, maar dat was net iets minder handig. Ja, dan was ze weer een uur weg en zo. Ja, je vriend, hier is Tutti. Oh, zeg maar, ik vond die piratenboot ook wel leuk. En dat met die emmer dan ver viel, van helemaal in het begin, vond ik ook wel leuk. Ja, die van het begin. Ja. Van het begin was volgens mij wel een beetje leuker dan de piratenboot. Ja, was die leuker? Ja, want daar waren allemaal sproeiers en stenen. Ja, dat kwam echt van overal. Ja, overal. Ja. Van boven, van onder. Overal, de emmer dat af en toe ver viel en zo. Overal, je kon daar ook niet naast staan, want bij elk windje vloog dat zo allemaal in je gezicht. En dan was er geen windje en dan dacht je, ah, hier sta ik goed, hier word ik niet nat. En dan terug. Was wat, wij gaan de vlog voor vandaag afsluiten. Vond je het weer een leuke vlog? Doe dan die duimpjes omhoog. Vergeet niet te abonneren. En tot de volgende keer. Daag! Daag! Vergeet niet als ik ook nog... Die glijbaan met de matjes nog ook leuk vond, maar ik ging er wel niet op. Ah ja, oké. Die glijbaan met die matjes vond Laura ook wel heel leuk, alleen is ze daar niet op geweest.